Welkom allemaal op dit laatste college van deze lessenreeks. En vandaag zullen we het hebben over de wetenschappelijke methode, het belang van de wetenschap en het demarcatiecriterium. Zoals in de inleiding op deze cursus meegegeven, is een van de leerdoelen om te gaan nadenken wat wetenschap nu precies tot wetenschap maakt en wat wetenschap betrouwbaar maakt. En in tegenstelling tot een typische cursus wetenschapsfilosofie hebben we dat niet gedaan door een overzicht, een historisch overzicht te geven van wat wetenschapsfilosofen over wetenschap te vertellen hebben, maar we zijn uitgegaan van het menselijk denken. We hebben gezien hoe ons denken werkt, wanneer het betrouwbaar is, wanneer het niet betrouwbaar is, tot wat die denkfouten allemaal kunnen leiden, en ook hoe we zelf beter of kritischer kunnen gaan nadenken. En we zagen ook dat de wetenschappelijke context en methode dat die beschermen tegen de redeneerfouten van individuen. In dit college gaan we daar dieper op in. En de eerste vraag is dus, ja, wat houdt die wetenschappelijke methode precies in? En die vraag wil ik ook aan jullie voorleggen, dus kunnen jullie misschien die recording even pauzeren en die vraag proberen te beantwoorden. Wat houdt de wetenschappelijke methode in? Wel, als we over de wetenschappelijke methode spreken, dan hebben we het al snel over empirisch onderzoek doen, experimenten opzetten, kwantificeerbare resultaten hebben, met als doel domeinen van de werkelijkheid te begrijpen en te voorspellen. Maar formele wetenschappen, zoals wiskunde en logica, zijn niet empirisch. Evolutiebiologie en astrofysica, die zijn niet experimenteel. Psychologie, sociologie en antropologie zijn vaak niet kwantificeerbaar. En biologie maakt doorgaans geen voorspellingen. Dus geen enkel element dat we associëren met de wetenschappelijke methode is iets dat in alle wetenschappen gebruikt wordt. Het is dan ook maar zeer de vraag of we al die verschillende activiteiten, al die verschillende wetenschappen, onder één noemer kunnen plaatsen. En als we het zo bekijken, dan vallen de wetenschappen uiteen in twee belangrijke families. Twee grote groepen van wetenschap. En misschien kunnen jullie nu ook proberen die voor jezelf uit te maken. En die groepen, toch tenminste wat betreft de empirische wetenschappen, laten we de formele wetenschappen, laten we die buiten beschouwing houden. Die empirische wetenschappen die vallen uiteen in enerzijds de natuurwetenschappen en anderzijds de mens- of sociale wetenschappen. Natuurwetenschappen, wel, die gaan over de natuur, over de externe werkelijkheid. Dat is fysica, dat is chemie, dat is biologie. Terwijl de menswetenschappen, ja, hoe kan het ook anders, over de mens gaan en de interactie van mensen. Dat is de geschiedenis, dat is psychologie, dat is economie, sociologie, antropologie en zo verder. En we zullen zien dat die twee families, dat die in een aantal belangrijke opzichten heel sterk van elkaar verschillen. Eerst en vooral hebben ze uiteraard een heel verschillend studieobject. In de natuurwetenschappen, wel, hebben we het over genen, hebben we het over moleculen, hebben we het over cellen, hebben we het over atomen, quarks, elektronen, tektonische platen. Terwijl we het in de menswetenschappen over het doen en laten van de mensen hebben en de interactie van die mensen. En volgens de 19e eeuwse filosoof Dilthey betekent dat ook dat beide soorten wetenschappen een heel verschillend doel hebben. Volgens Dilthey gaan de natuurwetenschappen proberen hun domein van de werkelijkheid te verklaren, erklaren, terwijl de menswetenschappen proberen te verstaan, verstehen. Nu, wat bedoelt hij met verklaren, het verklaren van de natuurwetenschappen? Wel, in de natuurwetenschappen gaat men oorzaak- en gevolgrelaties proberen te ontdekken volgens universele wetmatigheden.
Denk aan Newtons wet dat binnen de atmosfeer van de aarde een object in vacuüm altijd gaat versnellen aan een snelheid van 9,81 meter per seconde. Dat is een universele wetmatigheid. Deze universele wetmatigheden die bestaan in het domein van de mensenwetenschappen volgens Dilthey niet. De Franse revolutie kunnen we niet gaan verklaren bijvoorbeeld vanuit externe universele wetmatigheden. Om die historische episode te begrijpen, moeten we ons verplaatsen in het denken van en het doen van de mensen in die tijd. We moeten dus een soort subjectief verstaan van de actoren van die tijd gaan opwekken om die historische episode te gaan begrijpen. En dat is volgens Dilthey dus het enorme grote verschil tussen natuur en menswetenschappen. In natuurwetenschappen heb je basiselementen, zoals opnieuw genen, atomen, moleculen enzovoort, en hun wetmatige interacties. In de menswetenschappen kan je dat niet doen. De Franse revolutie opnieuw kunnen we niet verklaren door bijvoorbeeld hersenactiviteit en de fysische processen die daaraan onderliggen. We kunnen het enkel gaan verklaren, gaan verstaan dus volgens Dilthey, door ons te verplaatsen in het denken en het voelen van de mensen van die tijd. En dat heeft ook belangrijke gevolgen voor de aspiraties van beide wetenschappen. De natuurwetenschappen gaan dus proberen universele wetten te ontdekken en bloot te leggen, terwijl in de menswetenschappen we slechts regelmatigheden kunnen gaan blootleggen. En dat betekent ook dat enkel in de natuurwetenschappen we heel precies gaan kunnen voorspellen. We kunnen heel precies een zonsverduistering gaan voorspellen, maar het uitbreken van een revolutie of van een financiële crisis wel valt veel minder goed te voorspellen. Het beste dat we daar kunnen doen binnen die menswetenschappen is om een aantal elementen in kaart te brengen die kunnen leiden tot een revolutie, tot een financiële crisis enzovoort. Maar echt precies voorspellen kunnen we in deze context niet. En er is ook een ander heel belangrijk punt waarin natuur- en menswetenschappen verschillen van elkaar. En dat is dat binnen de menswetenschappen er een interactie kan bestaan met het studieobject. Wat betekent dat? Wel, Hacking noemt het, Ian Hacking, wetenschapsfilosoof, noemt het looping effect. Dat betekent dat in de menswetenschap, wanneer we iets gaan beschrijven, dus menselijk denken, doen, voelen, menselijke interactie gaan beschrijven in de psychologie, in de sociologie, in de antropologie enzovoort, dat we soms hetgeen we gaan beschrijven gaan veranderen door onze beschrijving. Dat we dus een interactie hebben met ons studieobject. Twee goede voorbeelden daarvan, het eerste uit de psychologie. In de 19e eeuw was er een symptoom dat hysteria noemt. Het is nog altijd iets wat we in ons taalgebruik terugvinden, als iemand hysterisch handelt bijvoorbeeld. En dat woord dat kwam van het andere woord uterus, dus de baarmoeder. En het was een psychologische aandoening waar vrouwen aan leden, volgens de psychologen van deze tijd. En men dacht dus dat de uterus daarvoor verantwoordelijk was. En het werd geassocieerd met een hele reeks uiteenlopende symptomen van slapeloosheid tot irriteerbaarheid tot flauwvallen enzovoort. En het interessante daaraan is dat we uiteraard vandaag weten dat de baarmoeder, dat de uterus niet verantwoordelijk is voor een of andere mentale aandoeningen. En het is vandaag ook niet meer erkend als een psychopathologische aandoening uiteraard, maar dat in die tijd heel veel vrouwen die bij zichzelf hysterische symptomen gingen vermoeden, ook wel bepaalde symptomen gingen tonen. Dus door dat ziektebeeld te beschrijven, waren er meer mensen die vatbaar waren voor de symptomen die door dat ziektebeeld beschreven waren. En vandaag zien we gelijkaardige zaken volgens Hacking
wat betreft multiple personality disorder en andere psychische aandoeningen. Dus door het menselijk voelen, denken, de menselijke psyche op een bepaalde manier te gaan beschrijven, creëer je ook verandering in het gedrag van de mensen. Gaan die symptomen soms gaan vertoond worden, gewoon doordat het zo beschreven is. Iets gelijkaardigs zie je in de sociale wetenschappen. Marx, Karl Marx, de bekende vader van het communisme, wel, die beschreef de kapitalistische samenleving van de 19e eeuw in termen van een contract tussen werkgever en arbeider dat eigenlijk geen vrij contract was. Het was in een zekere zin een vorm van slavernij voor Marx, niet omdat die werknemer, dus die arbeider, verplicht werd om te werken, maar gewoon omdat hij geen keuze had. Als hij niet werkte voor een hongersloon, wel, dan kwam hij om, dan kon hij niet overleven. Dus hij had geen keuze en dat was dus geen contract volgens Marx tussen twee vrije partijen. En natuurlijk door de economische relaties van zijn tijd op deze manier te gaan beschrijven, zou Marx die economische relaties toch in bepaalde landen radicaal gaan veranderen, want wat volgde eruit, dat waren communistische revoluties met een heel andere samenleving tot gevolg. Dus wat is dat looping effect van hacking? Wel, in de menswetenschappen, door op een bepaalde manier bepaalde fenomenen in die mensen, in die menselijke interactie te gaan beschrijven, gaat men die menselijke actie en interactie ook gaan veranderen. Dat gebeurt uiteraard niet in de natuurwetenschappen. Het is niet omdat we atomen op een bepaalde manier gaan beschrijven, dat die atomen zich anders gaan gedragen. En dus verschillen natuur- en menswetenschappen of sociale wetenschappen heel sterk van elkaar. Ze verschillen in het doel, in het object. Eerst en vooral hun object is radicaal verschillend, maar dan ook in het doel dat ze hebben. En ze verschillen ook in de zin dat er een interactie kan bestaan tussen studie en object in de menswetenschappen en dat die interactie er niet is in de natuurwetenschappen. En volgens sommigen is het woord menswetenschappen of sociale wetenschappen is dat eigenlijk een contradictio in terminis, want zeggen zij, wel, we kunnen nooit op een wetenschappelijke manier die zaken gaan beschrijven. En dus als ze het in het Engels over the sciences hebben, dan hebben ze het vaak enkel over natuurwetenschappen. Of ze hebben het over de hard sciences, dat zijn dan de natuurwetenschappen. En de soft sciences, dat zijn de menswetenschappen. En ook in het Nederlands spreken we over exacte wetenschappen voor de natuurwetenschappen. En dat zeggen we uiteraard niet over de menswetenschappen. Maar toch hebben al die verschillende wetenschappen en die twee families iets belangrijks met elkaar gemeen. Toch tenminste wanneer het gaat over goede manieren van wetenschap bedrijven. En dat is wat Carl Sagan, was een bekende astrofysicus, een televisiefiguur ook in de Verenigde Staten, wat hij noemt science as a self-correcting process. Goede wetenschap, volgens Sagan, weet te corrigeren voor de denkfouten van individuele wetenschappers. En de eerste manier waarop een goede wetenschap en goede wetenschappelijke methodologie beschermt tegen redeneerfouten, is een bescherming tegen intuïtieve denkfouten die we maken. En dat doet het met behulp van cognitieve artefacten. Door wiskunde te gebruiken, door logica te gebruiken en al zeker ook door statistiek te gebruiken, gaan we niet enkel enorm de rijkwijde van de wetenschap gaan vergroten. Newton's fysica was nooit mogelijk geweest zonder wiskunde, zoals ik reeds zei, en al zeker ook niet Einstein's relativiteitsleer. Dus nooit hadden we die theorieën kunnen bedenken zonder de wiskunde. Maar die cognitieve artefacten, die gaan dus niet enkel onze rijkwijde vergroten, die beschermen ook tegen belangrijke intuïtieve denkfouten en dan al zeker tegen de statistische redeneerfouten. Denk aan de belief bias. Door logica weten we wel degelijk na te denken over de kracht van een argument
en de validiteit van een argument en laten we ons niet om de das doen door het feit dat we misschien met de conclusie akkoord gaan en daarom onkritisch het argument aan gaan nemen. Denk aan de gambler's fallacy, denk aan de hyperactive pattern detection of hyperactieve patroondetectie, denk aan toevalblindheid die daaruit volgt, denk aan de base rate fallacy, die availability bias enzovoort. Door goede wiskundige en statistische modellen te gebruiken, wel verhinderen we dat we die denkfouten maken en kunnen we ons denken dus beter maken en beschermt de wetenschappelijke methode dus tegen die intuïtieve denkfouten. Ten tweede, en dit hebben we reeds besproken, beschermt de kader en de context van de wetenschappen tegen de denkfouten van systeem 2. Wat zijn die weer? Wel, nu zeggen jullie hopelijk allemaal eensgezind voor het scherm. Uiteraard eerst en vooral de confirmation bias. Wel, de kader en de context waarbinnen wetenschap wordt gedaan beschermt tegen de confirmation bias door de kritiek die gegeven wordt op elkaars werk en de blootstelling aan kritiek die deel uitmaakt van dat proces. Eerst en vooral hebben we het proces van peer review. Om iets te kunnen publiceren in een wetenschappelijk vakblad, moet het eerst kritisch bekeken worden door collega's. Dat is dat proces van peer review. En dan ten tweede uiteraard is ook die hele context waarbinnen er een grote motivatie is van wetenschappers om elkaars werk te gaan bekritiseren. De wetenschapper die Einsteins relativiteitsleer weerlegt, of toch tenminste delen daarvan weerlegt, wel, die gaat de geschiedenis in. Dus aan motivatie ontbreekt het hen zeker niet. Maar de wetenschappelijke methode, wel, die beschermt ook tegen die andere belangrijke bias die volgt uit de confirmation bias, en dat is die overconfidence bias. Eerst en vooral is er de vereiste dat experimentele resultaten reproduceerbaar zijn. Dus als ik een bepaald experiment uitvoer en daar bepaalde data uit krijg en een bepaalde conclusies uittrek, wel, dan moet dat experiment, wanneer dat in een andere, door een andere onderzoeker wordt overgedaan op dezelfde manier, moet dat uiteraard in principe dezelfde resultaten opleveren. En dat wordt dan ook op deze manier getest. Er worden experimenten, belangrijke experimenten, worden gerepliceerd. En daaruit blijkt vaak, bijvoorbeeld in de psychologie die met een replicatiecrisis zat, daaruit blijkt vaak dat die experimenten niet reproduceerbaar zijn, dat ze niet dezelfde resultaten opleveren. En dan worden die resultaten natuurlijk ook van aan de kant geschoven of toch tenminste kritischer bekeken. Een tweede zaak zijn meta-analyses. Nu, wat zijn meta-analyses? Meta-analyses bestaat erin om studies die over eenzelfde object gaan, dus die hetzelfde proberen na te trekken, om die allemaal samen te nemen en zo kan je al met meer zekerheid uitspraken maken over dat bepaalde studieobject. En belangrijk ook, kan je de studies die heel afwijkende resultaten hadden opgeleverd in vergelijking met het gros van de studies er gaan uithalen en weet je dat die wellicht minder betrouwbaar zijn. En dan tenslotte is er ook het feit dat de resultaten en de methodologie altijd onafhankelijk kunnen getoetst worden, zelfs zonder de studie opnieuw te gaan doen door andere wetenschappers. Want als wetenschappers, en dat is zowel in de natuur als in de menswetenschappen, als wetenschappers de resultaten van een bepaalde studie gaan publiceren, dan gaan ze uiteraard niet enkel die resultaten gaan publiceren. Ze gaan ook hun methode, hun methodologie, helemaal en in detail gaan beschrijven en ze gaan aangeven waarom ze de resultaten die ze uit die methodologie kregen op een bepaalde manier geïnterpreteerd hebben. Dus kunnen andere wetenschappers heel goed nagaan of er geen problemen of fouten zijn gemaakt in die methodologie en in die interpretatie. En dan tenslotte beschermt de kader en de context van de wetenschap ook tegen emotionele vertekeningen. En dan vooral tegen die bandwagon, in fact die in-group bias, want die is wel degelijk ook actief binnen de wetenschappen. Nu, zoals reeds gezegd, ook in een vorige college, is wetenschappen een coöperatieve activiteit. Wetenschappers werken samen in soms heel grote onderzoeksgroepen.
En de kans bestaat er uiteraard in dat binnen die onderzoeksgroepen men niet zeer kritisch gaat gaan kijken naar het werk van anderen, een soort bandwagon effect of in-group bias, maar uiteraard wel zijn er andere onderzoeksgroepen, zijn er andere wetenschappers die niet tot die onderzoeksgroepen behoren, die wel degelijk op een kritische manier gaan kijken naar de onderzoeken die daaruit komen en de interpretaties die aan die onderzoeken worden gegeven. Denk bijvoorbeeld aan belangrijk onderzoek dat aan een Nederlandse universiteit wordt uitgevoerd. Wel, misschien zal de kritiek niet komen binnen dat onderzoeksteam zelf, maar een Chinese rivaliserende onderzoeksgroep wel kan heel gemakkelijk, heeft access tot al die gegevens, tot die hele methodologie en de kritiek kan dan vanuit een andere hoek komen. En net daarin ligt het belang van die universele maatstaven voor epistemisch succes. En wat bedoel ik daarmee? Dat er universele maatstaven zijn voor wanneer een bepaalde studie deugt, wanneer een bepaalde interpretatie deugt, wanneer bepaald onderzoek, wanneer dat gedegen is. Theorieën die, of hypotheses die voorgesteld worden door wetenschappen, die moeten eerst en vooral coherent zijn, intern, maar ook met andere belangrijke bevindingen binnen die wetenschap. Er moet een logische validiteit zijn, die moeten de juiste besluiten uit de juiste gegevens trekken. Eenvoud van verklaring, denk aan Occam's Razor, de meest economische verklaring bieden voor de feiten, enzovoort. En al deze universele maatstaven die zorgen ervoor dat iedereen kan meedenken en belangrijker misschien nog, dat iedereen kan helpen corrigeren voor de fouten van individuele wetenschappers. En daarin ligt juist de kracht van de wetenschap. Die ligt niet in het genie van individuele wetenschappers, of toch niet zozeer, maar die ligt in de grootte en de diversiteit van de wetenschappelijke gemeenschap. Hoe meer mensen er wetenschap bedrijven, hoe meer mensen nadenken over het werk van anderen gaan bekritiseren en verbeteren, en hoe diverser die gemeenschap is, denk aan wat die in-group bias aan banden legt, wel, hoe groter die zelfcorrigerende kracht van de wetenschap wordt en hoe sneller de wetenschap vooruit gaat en zich kan ontdoen van foute hypotheses. En die kracht van dat systeem, wel, die ontbreekt volledig in de pseudowetenschappen, want daar zie je vaak dat men juist zich emotioneel gaat identificeren met bepaalde theorieën en men dus, zoals we reeds gezien hebben, alles gaat doen om die van weerlegging te behoeden. Dan zie je belangrijker ook dat men zich uitsluitend gaat omringen met gelijkgezinden en dat men daarom de theorieën niet gaat blootstellen aan kritiek. En de kracht van een goed werkend wetenschappelijk systeem, wel, die wordt nergens beter getoond dan in onze heel recente geschiedenis. Als ik kijk naar het begin van de 20e eeuw, toen de moderne wetenschap in volle ontwikkeling ging komen, en de dag van vandaag, waar we dus reeds 100, 120 inmiddels jaren van wetenschappelijke, van enorm sterke wetenschappelijke ontwikkeling hebben gekend, dan zie je wat voor fenomenale gevolgen dat voor de wereld heeft gehad. Eerst dan vooral de levensverwachting. In 1900, in het jaar 1900, in West-Europa, was die levensverwachting door een astronomisch hoge kindersterfte, was die slechts 46 jaar oud. Nu zijn we aan ruim 80 jaar oud. In het begin van de 20e eeuw leefde ook 82% van de wereldbevolking in extreme armoede. Begin van de jaren 80 was dat nog altijd 2 of 44%. En vandaag zijn we onder de 11% gezakt, ondanks een enorm toegenomen wereldbevolking. En dat is allemaal het gevolg van wetenschappen die eerst en vooral in de geneeskunde onze levensverwachting veel groter gemaakt hebben, maar dan ook door innovaties onze levensstandaard enorm hebben opgekrikt. Maar het belang van de wetenschap ligt niet enkel in het verhogen van onze levensverwachting en onze levensstandaard. Het ligt ook in het verbeteren van onze samenleving.
En om tot een betere samenleving te komen, hebben de sociale wetenschappen een enorm groot belang. Om problemen zoals multiculturele integratie, racisme, populisme, extremisme of radicalisme, om al deze belangrijke maatschappelijke problemen aan te pakken, wel zijn de inzichten in de sociale psychologie bijvoorbeeld van enorm groot belang. Want een goede sociale architect moet zijn of haar ingrediënten kennen. Om tot een betere samenleving te komen, moeten we eerst en vooral de mensen die deze samenleving bevolken beter gaan begrijpen en de sociale natuur van de mens. Zo'n tiental jaar geleden, denk ik, was er een conferentie, een wetenschappelijk congres over existential risk. Existential risk, dat betekent de kans dat de mens zichzelf gaat vernietigen. En die werd gehouden aan de heel bekende Universiteit van Oxford. Nu, de vraag die daarin voor het congres begon aan de deelnemers, aan de verschillende wetenschappers, mensen uit allerlei takken van sociologie, antropologie, psychologie, tot wapentechnologie enzovoort. De vraag die hen gesteld werd, wel, dat was: hoe groot achten jullie de kans dat de mensheid zichzelf heeft vernietigd tegen het jaar, houdt jullie vast, 2100? Dus nu binnen 80 jaar. De mediaan van hun antwoord was 19%. Dus de gemiddelde inschatting was dat 19% kans is dat we er niet meer zijn binnen 80 jaar. Nu, dat is uiteraard een bijzonder donkere en pessimistische inschatting en het hoeft waarschijnlijk niet te verwonderen dat mensen die van existentieel risico hun vakdomein maken, dat die nogal een sombere ingesteldheid hebben. En persoonlijk denk ik dat het een gigantische overschatting van dat risico is. Maar het toont wel het groot belang om na te gaan denken over de samenleving, over de belangrijke maatschappelijke problemen, over de voedingsbodem van conflict, zowel binnen de groep als tussen groepen, om die samenleving te verbeteren, om dat vreedzamer en harmonieuzer te laten verlopen, het menselijk samenleven. En dat is niet altijd vanzelfsprekend in de sociale wetenschappen. Nu, in de sociale wetenschappen hebben we een belangrijk gevaar of een belangrijke bedreiging van zelfcensuur. Wanneer we planeten, genen, atomen beschrijven, dan is dat over het algemeen iets wat we nogal makkelijk kunnen doen zonder al te veel kritiek. Maar wanneer we de mens gaan beschrijven, dan is dat niet altijd het geval. Een mooi voorbeeld daarvan deed zich voor in de jaren 70 van de vorige eeuw, toen ene wetenschapper, Edward Wilson, die jullie hier afgebeeld zien, een man die tot dan toe sociale insecten had bestudeerd en vooral mieren had bestudeerd, ook zijn blik ging richten naar de mens en argumenteerde dat we de menselijke samenleving konden begrijpen door zijn evolutionaire geschiedenis in kaart te brengen en dus dat voor een belangrijk deel de manier waarop we samenleven en veel van onze psychologische disposities, dat die terug te brengen zijn op onze geëvolueerde genetica, op menselijke genen. Nu, toen hij zijn leer ging gaan verkondigen aan de Universiteit van Harvard, dus in de jaren 70, werd hij getrakteerd op een kruik water boven het hoofd, werd hij van het podium gesleurd door studenten, terwijl die aan het zingen waren: Edward Wilson, you can't hide, we charge you with genocide. Jullie vragen zich waarschijnlijk af, wat weekte zo'n extreme reactie los? Die man kwam gewoon met een nieuwe wetenschappelijke hypothese op de proppen. Wel, de consensus van deze tijd, of van die tijd, en tot of zeker hoogte in bepaalde sociale wetenschappen nog altijd in zekere mate, is dat het gedrag, het doen en laten van mensen, dat volledig gedetermineerd is door hun omgeving, niet door hun genetica. En dat was een belangrijke reactie op het racisme en het seksisme van de 19e eeuw, waarin men dacht dat er belangrijke genetische verschillen met betrekking tot intelligentie enzovoort bestond tussen de verschillende rassen en tussen mannen en vrouwen. Nu weet men dat dat helemaal niet het geval is, dat dat dus volstrekt ongefundeerd was,
Maar de angst zat er zo diep in dat wanneer men zich ging gaan richten op het genetisch aspect van menselijk gedrag, menselijke psychologie, dat men de deur openzette voor die vormen van extreem ongelijkheid, racisme, seksisme enzovoort. Maar het is precies het in kaart brengen van de menselijke natuur en dat evolutionair perspectief dat tot die menselijke natuur heeft geleid, dat zo verlichtend kan zijn en dat een belangrijk deel van de puzzel kan zijn in het oplossen van onze grote maatschappelijke problemen. Het gevaar is dus dat vele heel interessante en heel belangrijke theorieën die onze samenleving beter kunnen maken, dat die geweerd worden uit zelfcensuur. Maar dat betekent niet dat we zomaar alles moeten toelaten. Het is niet enkel belangrijk om de wetenschappen open te houden voor nieuwe hypotheses die heel interessante nieuwe inzichten kunnen voortbrengen. Het is ook belangrijk om de wetenschap te behoeden voor allerlei theorieën die volledig ongefundeerd zijn. En dat is uiteraard waar het zogenaamde demarcatiecriterium voor staat en wat het wil doen. Een onderscheid maken tussen wetenschap, goede wetenschappen, en pseudowetenschap of theorieën die er wel wetenschappelijk uitzien, maar eigenlijk dat kwaliteitslabel niet verdienen. Het verschil opnieuw bijvoorbeeld tussen astronomie en astrologie. En het bekendste criterium dat jullie ondertussen heel goed kennen, dat we reeds besproken hebben, is Popper's falsifieerbaarheid. Zoals jullie weten stelde Popper dat een theorie pas wetenschappelijk is wanneer het testbaar is. Wanneer het door observatie in principe, betekent zeker niet dat het gaat gebeuren, maar in principe zou kunnen weerlegd worden. En daarmee ging Popper in tegen het gangbare criterium van zijn tijd en dat was verificationisme. Men dacht, of velen dachten, dat een theorie pas wetenschappelijk was wanneer we door observatie konden stellen dat die theorie het bij het rechte eind had. Popper zei, dat criterium is veel te streng, want we kunnen nooit met absolute zekerheid zeggen dat een theorie waar is. Maar hij ging ook in tegen een veel zwakker criterium en dat was dat van confirmatie. Dat stelde van, een theorie is wetenschappelijk wanneer er bevestigende informatie voor deze theorie is die we door observatie tot ons kunnen nemen. Dus confirmatie op bevestiging is voor Popper veel te zwak. Voor heel vele pseudowetenschappelijke theorieën, denk aan wat Popper over Freud zei enzovoort, is er een hele waslijst aan bevestigende informatie. Bevestiging, zo zag Popper in, ja, dat vinden we heel gemakkelijk en dat zien we overal. Het is niet naar bevestiging dat we moeten zoeken, maar naar ontkrachting. We moeten proberen onze theorieën te testen en dat kunnen we enkel door te proberen deze te falsifiëren. En dus tegen welke redeneerfout beschermt dit criterium? Nu hoop ik opnieuw dat jullie allemaal eensgezind voor jullie computer het antwoord uitroepen en dat is uiteraard de confirmation bias. En Popper dacht dat de wetenschappen dat die vooruit gingen door hypotheses en weerleggingen. Er komt een bepaalde hypothese, dan gaan we die hypothese gaan testen en weerleggen we die hypothese of een deel van die hypothese en vervangen we die door een nieuwe hypothese. En zo gaat de wetenschap vooruit en worden de theorieën steeds waarschijnlijker. Maar dat betekent ook dat we nooit 100% zeker kunnen zijn. Zoals reeds gezegd, een wetenschappelijke theorie is nooit een kwestie van zekerheid, het is een kwestie van waarschijnlijkheid. Zekerheid voor Popper, dat is dogmatisch denken. Waarschijnlijkheid toekennen aan iets, dat is wetenschappelijk denken. Dus door onze theorie boven elke twijfel te verheven, doen we volgens Popper niet langer aan wetenschap. Maar Poppers criterium, alhoewel het bijzonder invloedrijk was, kon ook wel op een gezonde of een goede dosis kritiek rekenen.
En de eerste en een heel belangrijke kritiek is dat in de praktijk wetenschappers dat niet gaan doen. Heel vaak gaan wetenschappers niet gaan zoeken naar tegenbewijs en gaan ze zelfs niet altijd hun theorie laten vallen bij tegenbewijs. En nog belangrijker, soms hebben ze gelijk om die theorie niet te laten vallen wanneer er tegenbewijs komt. Nu, een mooi voorbeeld daarvan deed zich voor twee eeuwen terug, denk ik. Astronomen, die toen nog niet over heel krachtige telescopen beschikten, hadden de planeet Uranus ontdekt, maar nog niet de planeet Neptunus. En Uranus die beschreef een baan rond de zon die volgens Newtons wetmatigheden enorm afweek van wat men zou verwachten. Dus, strikt genomen, was dat falsifierend bewijs tegen Newtons fysica. Maar wat die astronomen deden was niet zeggen, Newton had ongelijk, we moeten nieuwe fysische wetmatigheden gaan ontwikkelen, want die is gefalsifieerd door wat we gezien hebben met de baan van Uranus. Nee, wat zij dachten is, want Newtons theorie had zo'n enorme verklarende rijkwijd, hij kon zoveel zaken zo goed verklaren, dus zij dachten, en ze zouden gelijk hebben, wellicht is er een andere planeet die we nog niet hebben geobserveerd, die de baan van Uranus rond de zon gaat beïnvloeden. En die planeet, zo raden jullie al, was uiteraard Neptunus. Met betere telescopen hebben ze dan Neptunus geobserveerd en hadden ze dus gelijk om Newtons theorie niet zomaar te laten varen bij dat falsifierend bewijs. En dat is heel vaak het geval in de wetenschap. Heel vaak weet je niet of dat falsifierend bewijs komt doordat je iets anders nog niet geobserveerd hebt of doordat je hypothese fout is. En dus heel vaak zullen wetenschappers niet zomaar een hypothese laten varen bij falsifierend bewijs en vaak moeten ze dat ook niet doen. Dus strikt genomen is Popper's criterium hier iets wat te veel eisend. En dan wordt ook vaak gezegd dat ook pseudowetenschappers soms falsifieerbare claims maken. Een astroloog die bepaalde voorspellingen maakt, wel maakt in principe ook falsifieerbare claims. Betekent dat dat hij aan wetenschap doet? Wel, uiteraard willen we zeggen van nee, maar dat is niet zo'n belangrijke kritiek, alhoewel die veel geformuleerd wordt. Want dan kan je zeggen, wel, als ze falsifieerbare claims maken, dan worden ze vaak doorgaans ook al heel snel gefalsifieerd. En dan moeten ze wel hun hypothese of hun theorie laten varen. Maar een meer fundamentele kritiek kwam uit een andere hoek. En die kwam van Feyerabend. Nu, Feyerabend is wat hij zelf noemt een epistemologische anarchist. En dat betekent dat hij gekeerd is tegen elke vorm van demarcatiecriterium. Tegen elk criterium die zegt, dit is goede kennis of dit is goede wetenschap en dit zou niet mogen toegelaten worden. Feyerabend zijn leuze is, anything goes. Alles moet toegelaten worden. En volgens Feyerabend wel, zijn alle grote doorbraken in de wetenschap zijn hier precies gekomen, en Feyerabend was een geschiedkundige van de wetenschap en een wetenschapsfilosoof, zijn al die grote doorbraken er gekomen, en hij heeft het over Copernicus, hij heeft het over Bohr die met het atoommodel kwam, die enorme doorbraken in de wetenschap, die kwamen er dus volgens Feyerabend juist omdat die wetenschappers de regels, de gangbare methodologische regels van een tijd aan hun laars lapten. Dus wanneer we regels gaan opleggen en zeggen als een theorie zo en zo in elkaar zit, als een wetenschapper dit en dat doet, is het een goede wetenschappelijke theorie, anders mogen we er niet naar kijken. Wel, wanneer we dat gaan doen, dan gaan we de kennis, de wetenschappelijke kennis, enorm gaan verarmen. Maar Feyerabend ging daar nog verder in. Volgens Feyerabend is de wetenschap, het wetenschappelijk begrijpen en verklaren van de wereld, is dat slechts één mogelijk perspectief op de werkelijkheid. En moeten we na die wetenschappelijke manier om de werkelijkheid te gaan interpreteren, moeten we ook heel andere manieren gaan toelaten. Anders verarmen we enorm ons wereldbeeld en de kennis die we van die wereld kunnen opdoen. In een krachtige quote beschrijft hij dat. Hij zegt, is it thus possible to create a tradition that is held together by strict rules and that is successful to some extent?
It is thus possible, dus dat is mogelijk. But is it desirable to support such a transition to the exclusion of everything else? Should we transfer to it the sole rights for dealing in knowledge so that any result that has been obtained by other methods is at once ruled out of court? This is the question I intend to address in this present essay, and to this question my answer will be a firm and resounding no. Dus alles toelaten, alles laten bloeien, enkel zo kan kennis volgens Feyerabend vooruitgaan. Dus een demarcatiecriterium is gewoon iets dat de vooruitgang van kennis en de rijkheid en de diversiteit van kennis extreem naar beneden haalt. En Feyerabends denken, wel, dat past in de context van het postmodernisme. En volgens postmodernisten zijn wetenschappers geen ontdekkers, maar dat zijn beeldhouwers. Elke wetenschappelijke of andere theorie is een constructie van de werkelijkheid. En er zijn heel veel verschillende mogelijke manieren om zo'n constructies te maken. En Feyerabend gaat dan ook pleiten voor wat hij noemt de scheiding van staat en wetenschap, naar analogie van de scheiding van staat en religie, waarbij niet langer een religie, of religie in het algemeen, wordt opgedrongen aan mensen. Je bent helemaal vrij te kiezen voor de religie die je wilt, of te kiezen om geen religieus wereldbeeld aan te hangen. Wel, volgens Feyerabend moeten we dat ook doen met wetenschap. Hij zegt, nu wordt wetenschap door de strot van onze jongeren geramd en hebben zij geen keuze dan gevormd te worden in dat wetenschappelijk wereldbeeld. Volgens Feyerabend is dat ondemocratisch en problematisch. Zouden we moeten kunnen kiezen om een vorming in de wetenschap te hebben, maar evenzeer een vorming in voodoo, regendansen en allerlei andere vormen of expressies van mensen, culturele expressies. Dus radicaal relativisme. Binnen de wetenschappen leggen bepaalde regels die vooruitgang enkel maar aan banden. En de wetenschappen zijn maar één perspectief naast vele andere even waardevolle perspectieven. Nu, zoals jullie wellicht kunnen inbeelden, waren niet alle wetenschappers en wetenschapsfilosofen akkoord met Feyerabends radicale theses. En één verhaal wil ik er toch, of één denker wil ik er toch nog uitlichten, en dat is Alan Sokal. Nu, Sokal was een natuurkundige, een fysicus, en was ook een wetenschapsfilosoof. En was iemand die er heel erg van overtuigd was dat er wel degelijk een onderscheid kon gemaakt worden tussen goede wetenschappelijke theorieën en ongefundeerde wetenschappelijke theorieën, en dat de wetenschappen een beter en meer betrouwbare theorieën over de werkelijkheid opleverden dan heel andere vormen, denk aan voodoo enzovoort. En Sokal die laakte nogal die postmodernisme en die invloed van dat postmodernisme in de menswetenschappen. En er was een heel bekend academisch vakblad, Social Text heette dat vakblad, en dat ging over cultuurstudies, redelijk breed genomen, en dat stond dus bekend voor dat soort postmodernistische, relativistische standpunten. En wat Sokal daar deed, is, hij wou aankaarten dat het proces van peer review en dat de wetenschappelijke standaarden volledig afwezig waren binnen die studies en binnen dat vakblad in het algemeen, dat academisch blad. En de manier waarop hij dat deed, was door zelf een artikel te schrijven en in te dienen. En dat artikel, dat heette Transgressing the Boundaries Towards the Transformative Hermeneutics of Quantum Gravity. Nu, dat artikel was wat men noemt een hoax. Het was niet een artikel die hij, waar hij zelf achter stond. Helemaal het omgekeerde, wat hij in dat artikel verkocht, was niets dan relativistische, diepzinnig lijkende onzin. En zelf gewoon grammaticaal correcte zinnen die eigenlijk op niets sloegen. Maar het klonk zeer intelligent en het klonk zeer diepzinnig. Nu, Sokal's paper raakte door peer review en werd gepubliceerd. En dan ging hij uiteraard verkondigen dat het hier om een hoax ging en dat hij wou zien of een dergelijke absurde publicatie, wanneer het ergens in lijn ligt met de filosofie van dat vakblad, die postmodernistische idealen,
wanneer dat, of het al dan niet zou gepubliceerd worden. En dat sloeg in als een hoax. Een bom, die hoax. En één fragment wil ik jullie ook wel meegeven uit zijn tekst, waarin hij zijn hele opzet verklaart. En dan zegt hij: "In the second paragraph, I declare without the slightest evidence or argument that physical reality is at bottom a social and linguistic construct." Dus het typische idee van de postmodernisten. "Not our theories of physical reality, mind you, but the reality itself. Fair enough, anyone who believes that the laws of physics are mere social conventions is invited to try transgressing those conventions from the windows of my apartment. I live on the 21st floor." En wat Sokal hier vooral aan het licht wou brengen, of aan de kaart wou stellen, is dat wanneer we al die normen en dat demarcatiecriterium helemaal laten varen, en wanneer we zomaar, zoals Feyerabend wil, alles gaan toelaten, dat we dreigen te verdrinken in onzin. En dat is bijzonder problematisch volgens Sokal, en dus is het heel belangrijk om de wetenschappen te beschermen tegen anders een overvloed aan ongefundeerde theorieën. En het gevaar is dat wanneer we de deuren te wijd openzetten van de wetenschappen, dat er enerzijds geen universele maatstaven meer zijn om elkaars werk te gaan beoordelen. Als er geen methodologische normen zijn, als er geen normen van de logica en zo meer zijn die onze interpretatie ervan, van onze resultaten, gaan bepalen, wel dan verliest de wetenschap meteen ook haar grootste kracht. Dan verliest ze haar zelfcorrigerende natuur. Want, herinner u zoals ik heb uitgelegd, die kracht die ligt juist in de diversiteit en de grootte van de gemeenschap, maar vooral dan in het feit dat iedereen met een kritisch oog naar het werk van anderen kan kijken en dus dat werk van anderen kan gaan verbeteren. En het is op die manier dat de wetenschap zich beschermt tegen de denkfouten van individuen. En dat die foutieve theorieën er gaandeweg uitgaan en dat men tot betere en betere hypotheses kan komen. Wanneer men alles toelaat, dan zijn er zo geen maatstaven meer en dan verliest dus de wetenschap haar zelfcorrigerende natuur. En ten tweede ook, wel, wetenschappelijke theorieën bouwen verder op wat er in het verleden kwam. Zonder Newton was er geen Einstein mogelijk geweest en dus heb je een betrouwbare basis nodig om verder op te bouwen. En die basis, wel, die dreigen we te verliezen wanneer we alles zo maar toelaten, wanneer we elk criterium voor goede wetenschap laten varen. En het is dus op zoek gaan naar een evenwicht. Enerzijds moeten de wetenschappen open genoeg blijven voor nieuwe, verrassende inzichten, voor waardevolle nieuwe manieren om zaken te beschrijven. Enkel zo gaan ook de wetenschappen vooruit. Ze moeten altijd openstaan voor vernieuwing en nieuwe inzichten, maar ze mogen natuurlijk de deur ook niet zo wijd openzetten dat ze dreigen te verzinken in een zee van onzin. Dat is ook wat ik jullie als ontluikende wetenschappers en als mensen wil meegeven. Want hetzelfde geldt voor ons eigen denken. We moeten open van geest blijven en we moeten openstaan voor nieuwe en verrassende inzichten. Maar we mogen onze geest niet in zodanige mate openzetten dat ons verstand eruit valt. We moeten ook een kritische blik behouden. Een kritische blik behouden en er gewoonte van maken om de theorieën, de hypotheses, de stellingen waarmee we in contact komen, om die kritisch te gaan screenen. We moeten nadenken over hoe die overtuigingen tot stand komen, of er daar geen redeneerfouten gemaakt zijn, en we moeten dat vooral en in de eerste plaats in ons eigen denken gaan doen. Verlies dus nooit jullie kritische blik, want dat is, denk ik, in onze tijd van vandaag de belangrijkste vaardigheid die je kan hebben. Het heeft weinig zin vandaag om ons hoofd vol te steken met allerlei weetjes, want die kunnen we toch gaan accederen in een handomdraai. Maar het is des te belangrijker om een kritische blik te ontwikkelen, om te weten
wanneer bepaalde ideeën, wanneer bepaalde theorieën, wanneer bepaalde stellingen, wanneer die betrouwbaar zijn en wanneer die niet betrouwbaar zijn. Want zoals ik in het vorige college heb meegegeven, wel, kritisch denken, rationeel denken, is in de eerste plaats een kwestie van verantwoordelijkheid. Een wereld gedomineerd door rationeel denken is een wereld van vooruitgang en harmonie. De geschiedenis toont dat keer op keer aan. Een wereld gedomineerd door irrationaliteit is een wereld van chaos en destructie, om het nogal plastisch uit te drukken. Neem dus jullie verantwoordelijkheid op als ontluikende christische denkers en draag jullie steentje bij tot een betere wereld. Dat is het voor deze reeks. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Ik hoop ook dat jullie er echt iets aan gehad hebben. En zoals altijd eindigen we met een kleine samenvatting. Wat hebben alle goede wetenschappen gemeen? Ze zijn zelfcorrigerend. Waarom zijn ze zelfcorrigerend? Wel, cognitieve artefacten beschermen tegen intuïtieve redeneerfouten, dus de redeneerfouten van systeem 1. Kader en context beschermen tegen redeneerfouten van systeem 2 en tegen emotionele vertekening, de bandwagon effect, die in-group bias. Wat is het belang van een demarcatiecriterium? Universele maatstaven voor goede wetenschappen zorgen ervoor dat wetenschappers elkaars werk kunnen bekritiseren en verbeteren. Dus zorgen ervoor dat de wetenschap zelfcorrigerend kan zijn. En wetenschappelijke vooruitgang vergt een betrouwbare basis waarop verder kan gebouwd worden. Dat is het. Hartelijk dank voor jullie aandacht en tot binnenkort en heel veel succes uiteraard met jullie tentamen.